Trainersvisie. Bed. afgelopen zaterdag in het uh, clubhuis. was uh, uh, Gijs, je vader, die was er. En uh, het komt Kokkie uh, binnen. En uh, hij uh, vraagt aan Kokkie: Hé, uh, hey, hoe was het bij het eerste? Ah, hij zegt: Kokkie, mooie overwinning. Gijs, wie was er goed? Kokkie, er was cohesie. Gijs, je vader, wat? En uh, toen vervolgens een uh, echte DVS'er, die kwam uh, er uh, tussen beiden en zei. Cohesie, dat is de nieuwe linksbuiten. Gijs, hebben we er dan een nieuwe speler bij? Vervolgens uh, die uh, DVS'er. Uh, wat was de basis van onze overwinning, Kokkie? Cohesie, zegt uh, Kokkie. Gijs, die ken ik niet. Bert, Bert heb, ik, heb ik daar nooit over gehoord. Jack, die snelle linksbuiten, Gijs. Uh, Jan Doorwaard, die kwam er toen ook nog uh, bij. Zeg, weet jij niet wat cohesie is, uh, Gijs? Hij zegt nee, maar je gaat me toch niet vertellen dat een melkboer en een patatbakker dat wel weten. Dat is toch een geweldige discussie, Bert. Ja, dat heeft een hoog uh, muppetshow gehaald, hè? Ja, dat klopt. Uh, nou ja, goed. Uh, dat ontstaat natuurlijk als we geen uh, beelden hebben van de wedstrijd zelf. Dan uh, gaan mensen het invullen op deze manier. Dus, uh, nou, iedereen plezier. Ja. Nou, een mooi woord, uh, cohesie. Hè? Uh, slaat dat ook echt op uh, de ploeg? Ja, absoluut. Als je ziet uh, welke samenhang er is uh, binnen binnen de jongens. En uh, binnen de missie die we hebben. En zeker ook het spel wat we willen spelen. Dat, uh, er is heel veel draagvlak voor. En de jongens zijn bereid om een, soms een stukje van zichzelf in te leveren voor uh, het totaalplaatje. En ook zaterdag zag je dat weer terug. Ja, en uh, vanaf het begin, vanaf de eerste minuut, hè? Ja, dat was prachtig. Uh, ik moet zeggen, we kwamen aan bij de dijk en. Uh, toen moesten we nog een ploeg uit de kelderklasse, uit de kleedkamer halen, al rokend en patat etend en bier drinkend. Dus ja, dan krijg je een beetje de neiging om te denken dat je aan een toernooitje mee gaat doen. Maar als ik zie, en dat was ook wel een beetje lacherig, maar ik heb ook tegen die jongens gezegd, nou prima, ik snap hem. De spanningsboog is anders, maar laat zien op het moment dat je in het veld staat, dat je zakelijk kan zijn, dat je volwassen kan zijn en dat je weet waarom je hier bent. En dat hebben ze goed laten zien. Dat hebben ze goed laten zien. En toch komt er dan in de tweede helft even een moment van de onachtzaamheid. Dan wordt het uh, 2-1. En als het dan 11 tegen 11 gebleven was, uh, Bert, uh, wat dacht je? Nou, uiteindelijk win je hem wel. Alleen de arrogantie die we op dat moment tentoonspreiden, die is niet goed. Je moet die nul willen houden. En uh, ik vond gewoon, we letten gewoon even niet op. En uh, iedereen was zijn man kwijt. Nou, dat heeft gewoon te maken met hoe scherp ben je op dat moment in je hoofd. Uiteindelijk ben je altijd wel zo'n wedstrijd. Omdat op het moment dat wij dan een tandje bijschakelen, dan, dan lukt het wel. Maar het hielp natuurlijk wel dat zijn met tien man kwamen te staan. Gek dat dat dan, dan toch uh, even insluipt, hè? maar het is, dat is toch ja, 90 minuten lang, dat is bijna niet te doen. Hè? Nee, je hebt wedstrijden zoals tegen Quick Boys, dan, dan gaat dat uh, wat makkelijker. Of vorige keer tegen Lisse thuis, uh, Eem Dijk uit. Maar uh, je moet ook eerlijk zijn, de Dijk uh, is, heeft een betere ploeg als dat ze de vorige keer hadden. En er uh, lopen echt wel uh, wat jongens die wat kunnen. Ja, dus helemaal uh, geen kans tegen krijgen lukt nooit. Maar uh, ja, die spanningsboog die is soms even wat minder en uh, dat begrijp ik ook wel. Je kon je achteraf ook wel voorstellen dat de Dijk de laatste tijd wat betere resultaten boekte. 4 4-1 overwinning op ASO. Ja, Dat doe je niet over zomaar even. 2-2 tegen Quick Boys. Nee, nee, nee. Dat, dat klopt ook. Ik vond ze ook veel beter spelen dan voorheen. Het staat ook beter. En Er zit heel veel enthousiasme in, in die groep. Alleen wij waren aan de bal dusdanig goed dat ze moeilijk in het duel kwamen en nooit lekker in hun ritme. Ja we hebben natuurlijk zoveel in de derde klasse lopen dat we onze doelpunten die helpen ons altijd wel op een uh, minimum momentje heen. En waar we verleden week nog zo lekker over filosofeerden: van nou, Noordwijk kon het wel eens moeilijk krijgen, Stedoco. Want Stedoco is in, in vorm. Nou, dat werd bewaarheid zeg. Ja, fantastisch voor de competitie en fantastisch voor ons natuurlijk. Je hebt drie ploegen die in topvorm zijn. en A4 ah, eigenlijk natuurlijk met Noordwijk erbij: Stedoco, Hoek en DVS. Als je praat over de top. En ja, dan zie je op andere velden ook het een en ander gebeuren. En dat blijft door het einde van het seizoen zo doorgaan. Ik heb vanmiddag op, op TV West nog even de samenvatting gezien. En ja, toen was ik toch wel onder de indruk van Noordwijk hoor, de kracht die ze kunnen ontwikkelen. Hè? Ja, het is gewoon een ploeg die heel goed in balans is. En, uh, zowel mentaal als fysiek uh, zit het erg goed in elkaar, voetballend. Uh, prima, spelers. Uh, alle elf die op dit moment spelen, die, die, die kunnen echt wel wat. En uh, ze staan ook terecht bovenaan, natuurlijk. Alleen dit is wel het moment om, uh, om Noordwijk nog meer pijn te gaan doen natuurlijk. Uh, ze hebben nu voor het eerst verloren. Uh, ze hebben uit nog niet verloren. Uh, wij hebben thuis nog niet verloren. Dus uh, dat belooft wel een uh, spektakelstuk te worden. Dat wordt uh, inderdaad, denk ik, een uh, spektakelstuk. En DVS zal het moeten hebben van uh, ja, diezelfde teamgeest die ze opbrachten tegen Quick Boys, denk ik. Ja, sowieso. En, uh, maar goed, de, de, de groep is er ook klaar voor. En um, dat merk je meteen na de wedstrijd te, tegen de Dijk in de bus. ging het al over Noordwijk thuis. Dus dat is gunstig. Die jongens zijn er absoluut mee bezig. En als je die mindset hebt, dan kun je vaak een wedstrijd ook meer brengen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat uh, Christian van Hussen nu langzaam maar zeker weer zijn ritme gevonden heeft. En dat hij uh, ja, toch belangrijk uh, wordt. Ja, Chris, Chris natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als de wedstrijd klaar is, dan is het hele veld uh, helemaal schoon. Dat, is, uh, dat, dat doet hij fantastisch. En op het moment dat het niet loopt, dan is hij nog steeds in staat om met 180 km per uur de groep op sleeptouw te nemen. En, 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 en ja, zaterdag was hij ook nog voor de goal belangrijk natuurlijk. Hij, hij, uh, hij kopt er een in en hij schiet er een in. Ja, dat is fantastisch. Het is een, een, een motor. En, uh, nou, goed, en hij bewijst dat ze meer waren op het middenveld bij ons. Hij zou ook stofzuigers kunnen verkopen, denk ik. Ja, maar dan, dan kan hij ze zelfs zeker promoten, want het is veruit de beste stofzuiger die je kent. Absoluut. We wensen je namens alle supporters ongelooflijk veel succes en een hele goede voorbereiding, Bert. Ja, dank je, we hebben er zin in.